De levensloop en prestaties van Siegmund Thea Staphorst zijn vastgelegd in een biografie, die gisteravond is gepresenteerd in het NAC-centrum. De schrijver van deze biografie, Marleen Aaron Dens, beschrijft hoe Staphorst in de afgelopen 40 jaren samen met anderen het sociaal-maatschappelijk landschap van Suriname vorm en kleur heeft gegeven. Aaron Dens vertelt dat Siegmund Staphorst, die nu de voorzitter is van NAX, zich sinds haar 26e inzet op sociaal en maatschappelijk gebied. De biografie, Het leven en werk van Siegmund Thea Staphorst, heeft een bijzondere ondertiteling, namelijk Still I Rise. Met deze ondertiteling benadrukt de schrijver de uitdagingen in verschillende levensfasen van Staphorst, die ze heeft overwonnen. Ze vertelt ook hoe inspirerend Staphorst is geweest voor anderen, ondanks de eigen uitdagingen. Ze is op haar levenspad daarnaast ook mensen tegengekomen met uitdagingen die ze zodanig heeft versterkt, totdat ze hun eigen overwinning hebben behaald. Dat vindt u allemaal terug, but still I rise. Zij reist en ze helpt anderen ook eruit. En dan is er bijvoorbeeld Still I Rise nog een andere reden. Het heeft een connectie met de Phoenix, dat is een vogel uit de mythologie van Egypte. Die sterft ieder jaar. Hij reist dan weer en wordt mooier en sterker dan het jaar daarvoor. Maar hoe kom ik aan deze filosofie? Ik bracht mijn eerste script voor Edwin Marshall. En ik vroeg hem om het te lezen. En toen zei hij, hey, je moet promoveren op dit stuk hoor. Isma is een sterke persoonlijkheid. Ik zeg, hey boy, ik ben net klaar hoor, met studeren. Ik wil een rustig zijn. Ik zeg, oké, ik geef je een filosofie. Ga het lezen, dan kom je weer. En ik moet je zeggen, die filosofie heeft me heel erg geholpen om het leven van Siegmund helemaal te vormen en te plaatsen, dat ze het kan delen met ons. Het was heel behulpzaam voor mij. Na een mooi programma vertelde Staphorst in een vraaggesprek dat ze veel van haar inspiratie haalde uit haar ouders. Ze gaf aan dat de opvoeding van haar ouders haar vooral hebben geleerd om door te gaan en niet op te geven. En dan een derde feit, er zijn wel meer hoor, maar dat mijn ouders gescheiden waren en mijn moeder wegging toen ik 13 jaar oud was. En er was niemand in het gezin om leiding te geven aan de kinderen die achtergebleven waren, inclusief mezelf. Dus toen ik 13 was, had ik de leiding eigenlijk van de huishouding en de zorg. En ik moest ervoor zorgen dat mijn broertjes, zusjes, pleegzusjes, dat alles goed ging met ze. Dus ik moest ervoor zorgen dat er gekookt werd, dat kleren gewassen werden, dat kleren gestreken werden, dat ze naar school gingen, dat hun haren gekamd werden. Dat moest ik allemaal zelf doen. Plus moest ik het bedrijf van mijn moeder overnemen, want ze bakte koek, pastei, pom. En dat moest ook doorgaan. Dus dat heb ik ook van mijn 13e tot mijn 15e jaar gedaan. Aaron Dens heeft 7 jaar gewerkt aan de biografie van Siegmund Staphorst, omdat ze veel onderzoek moest doen, maar daarnaast had ze ook andere drukke werkzaamheden. Het leven van Staphorst maakte ook bijzondere indruk op Aaron Dens, waardoor ze tijd nodig had om die te verwerken.